Op de Stokkelen in Eersel zijn zaterdagavond rond 11:30 twee mannen om het leven gekomen toen een auto na een politieachtervolging over de kop sloeg. Een van de slachtoffers is een 42-jarige man uit Eindhoven. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. De twee mannen trokken de aandacht van de politie door hun opvallende verkeersgedrag. De politie sommeerde hen hierop de auto aan de kant te zetten. De twee verdachten gingen er echter vandoor, waarna de politie direct een achtervolging inzette. Zij verloren de mannen echter uit het oog, maar troffen even later de auto van de verdachte aan op de inrit van een woning. Ze waren door een heg gereden en over de kop gevlogen, waarna ze op de oprit tot stilstand kwamen. Omdat het politiekorps Zuidoost bij de achtervolging was betrokken, stelt een ander politiekorps, Brabant Noord, een onderzoek in.